Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zo, ik zie echt dat mijn lens kapot vies is. Wacht eventjes. Moet je er wel schoon houden. Ik heb vandaag, zoals je aan de titel kunnen zien, 8 tips die ik met jullie wil delen om positief te blijven gedurende deze tijd dat we thuis zitten. Ja, ik wil het heel graag met jullie delen. Nou, ik zei dit. Zoals jullie hebben gemerkt, heb ik afgelopen dagen geen video's online gegooid. En dat had eigenlijk wel zijn redenen. En ik moest gewoon heel erg wennen aan alles wat er was gebeurd afgelopen tijd. Dus ik wilde pas weer video's maken als ik mezelf weer gekalmeerd had. Minder in paniek was. En ja, weer... You know? Dus. Vandaar dat er geen video's online zijn gekomen. Maar ik heb wel besloten om meer video's deze week online te gooien. Oké, mijn allereerste tip en stap om positief te blijven gedurende deze periode... Klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, want positief zijn is blij, jee, gelukkig. Maar het is zo belangrijk, vooral nu, om je emoties, wat je ook voelt, onrust, angst, stress, verdriet, om dat echt te voelen en ook te uiten. Dus als je verdrietig bent, huil, het lucht onwijs op. Ga die emoties die je voelt niet wegstoppen, want dat heeft gewoon echt geen zin en... Je verwerkt pas dingen als je je emoties voelt. Voor mij helpt dus journalen heel veel. Ik heb hier al heel veel over gepraat op mijn kanalen. Instagram, YouTube, podcast. Dat is voor mij echt de beste manier om dingen te verwerken. Is door het gewoon op te schrijven. Wat voel ik? Waarom voel ik dit? En mezelf daarna ook gerust te stellen. Dat heeft mij de afgelopen dagen heel erg geholpen om de situatie waarin we nu zitten te accepteren voor... wat het is. En ik heb ook nog steeds mijn downs. Ik denk dat het echt een onderdeel is van het proces. Nu is ook echt de tijd om aan jezelf te denken. Dingen voor jezelf te doen. En daarbij hoort ook healing. En daarbij hoort ook je emoties verwerken. En lief zijn voor jezelf. Dus dat is echt mijn allereerste tip voor positiever te blijven. Als je positief wil zijn, moet je echt die confrontatie met jezelf aangaan. En die emoties gewoon even voelen. Want... onderdrukken helpt niet. Ze komen daarna toch wel weer eruit. Dus dat is echt mijn allereerste tip en stap. De tweede tip is sporten. Ik weet dat alle gyms allemaal dicht zijn. En daar baal ik ook heel erg van. Want ik kan nu ook geen danslessen volgen. Maar ik heb met mezelf afgesproken om elke ochtend te beginnen met yoga. Ik doe elke ochtend een 7 minuten morning yoga met yoga bij Adrienne. En... ik vind haar echt top. Ik zal haar hieronder eventjes linken. Ik vind haar yoga sessies echt mega fijn. Dus dat doe ik 's ochtends en 's avonds. Ze heeft bijvoorbeeld ook bedtime yoga. Ze heeft selfcare yoga. Ze heeft echt duizenden video's. Die kan je gewoon zoeken. Ze heeft verschillende playlists. Dus bijvoorbeeld van 5 tot 10 minuten. 10 tot 20 minuten. Ik merk bijvoorbeeld nu ik hier alleen thuis zit. Dat ik het niet volhoud om... 40 minuten yoga in mijn eentje te doen. Terwijl ik dat in een les met een hele groep mensen wel kan. Dus ik zit altijd tussen de 5 en 20 minuten. En het is echt mega fijn. Dus lekker sporten. Lekker vooral, nu het nog kan. Dat weten we niet. Lekker een rondje buiten lopen. Hardlopen. Ik hoef jullie allemaal niet het verhaal te vertellen dat sporten heel erg goed voor je lichaam is. En dat er een stofje wordt aangemaakt wat positieve... invloed heeft op je lichaam. Dus echt, blijf vooral sporten. Jezelf in beweging houden. Stretchen. En ik weet dat we soms gewoon door alles op dit moment lekker in ons bed willen blijven. En heel de dag niks willen doen. En willen Netflixen. En dat mag. Dat kan ook. Maar doe het niet elke dag. Want dat gaat het niet worden. Echt take care of your body. En voor mij helpt meditatie ook super erg. Als ik meditatie niet had, dan... was ik denk echt gewoon ziek geworden van de stress en angst. Dus voor mij helpt meditatie heel erg. Ik heb in mijn laatste podcastaflevering een meditatie voor jullie gemaakt. En ik kreeg heel veel aanvraag om een meditatie in te spreken. Dus dat heb ik gedaan. En hij is gerelateerd op hoe je je kalmte en innerlijke kracht kan bewaren in tijden van chaos zoals deze. Dus die zal ik ook hieronder in de beschrijving eventjes voor jullie zetten. Ik ben ook op dit moment bezig met het samenstellen van een meditatiepakket. Daar vertel ik meer over in de podcast, dus als je daar benieuwd naar bent. Wat me trouwens nu ineens te binnen schiet, wat ik niet op mijn lijstje had staan, is probeer zo min mogelijk het nieuws te kijken. Ik heb de afgelopen dagen geen nieuws gekeken, alleen persconferenties kijk ik nog. Omdat ik gewoon helemaal gek werd van nog meer negativiteit en nog meer angst. Dat ik heb besloten om niet meer het nieuws te kijken. Want er zijn gewoon dingen op dit moment die je niet kan controleren. Je kan er niks aan veranderen behalve voorzichtig doen en zoveel mogelijk thuis blijven. Dus het heeft geen zin om heel de tijd je te voeden met negatieve nieuwsberichten. En ik weet hoe verslaafd het is om maar door te blijven lezen en door te blijven klikken en door te blijven dingessen, ja hoor. Probeer het gewoon uit om 2 dagen geen nieuws te kijken. Niet die kleine headlines op je scherm en je mobiel. Of beperk het in ieder geval. Dat is echt... Wat een tip. Echt waar, wat een tip. Dat was even een tip. Dit tussendoor. Wat mij ook heel erg positief houdt is facetimen met mijn dierbaren. Ik facetime echt vet veel. Maar dat is wel de enige manier waardoor je echt in contact kan blijven met mensen waarvan je houdt. Dus dat is sowieso echt een tip. En Netflix Party is ook echt super nice. Het is een Google Chrome extensie waarbij je dus samen Netflix kan kijken. Misschien heb je er al wel eens van gehoord, misschien nog niet. Maar ik vind het echt een topuitvinding. En als diegene op pauze klikt, dan gaat het bij jou ook op pauze. Dus dat is sowieso echt ook een tip om positief te blijven. Want ja, we're all in this together. Dus als je elkaar voor nu even niet kan zien, dan is FaceTime toch wel echt een fijne oplossing. Ik weet ook echt niet wat we zonder technologie op dit moment zouden moeten doen. Dat is toch wel iets waar ik heel dankbaar voor ben, dat je kan facetimen met je dierbaren. De volgende tip is gebruik essentiële oliën. Ik gebruik echt al jaren een diffuser en essentiële oliën. En nu ik ook met de opleiding therapeutisch kindercoach bezig ben, hebben we ook een hele module over aromatherapie. En ik heb daar echt zoveel van geleerd. Ik deel best wel veel op Instagram, dus als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat dan eventjes. Sowieso bij het gebruik van essentiële oliën lees je goed in voordat je iets koopt, iets doet. Want sommige kunnen alleen in een diffuser bijvoorbeeld. Sommige kunnen samen met wrijfolie worden gemengd en dan wordt het dus een wrijfolie. Sommige kunnen als massageolie worden gebruikt. Samen met massageolie dus. Essentiële oliën zien er zeg maar zo uit. Waarschijnlijk ken je ze wel. En er zijn er een paar die op dit moment heel erg fijn kunnen werken voor perioden zoals deze. En die mij ook echt zo ontzettend helpen als ik ze in de diffuser doe. Ik zal het straks wel eventjes demonstreren voor jullie. Ik heb op dit moment deze 3. En deze wissel ik af om de dag of hoe ik mij voel op die dag. Deze is lavendel, cypress en limoen. Ik ga eventjes uitleggen waarvoor ze goed zijn en waarbij ze kunnen helpen. Welkom bij mijn mini-les. Allereerst lavendel. Lavendel helpt bij onrust. Het helpt bij slaapproblemen, verkoudheid, stemmingswisselingen, stress, ergernis, buikpijn. En de olie brengt diepe rust. Het reinigt, het harmoniseert, stimuleert, verdrijft negatieve gedachten en ontspanning. De essentiële olie cypress helpt bij stress, boosheid, overgangssituaties, bijvoorbeeld bij iemand die overlijdt, een verhuizing, een scheiding, bij huilen, perfectionisme, druk in het hoofd of te veel in het hoofd zitten. De olie kalmeert. Het is goed voor de luchtwegen. Het biedt troost en kracht. Het verzacht en geeft structuur. Dan de laatste, limoen, helpt onder andere bij verdriet, verkoudheid, koorts, griep. Het helpt bij vette huid en acne. Het bevordert de eetlust en het versterkt het immuunsysteem. En de olie kan opbeurend werken, verfrissend, antibacterieel, creatief. Het herstelt en de alertheid wordt groter. Dus dit zijn 3 essentiële oliën die gedurende deze periode heel erg kunnen helpen. Let op dat je altijd 100% biologische olie gebruikt. Lees je gewoon goed in als je het op een andere manier wil gebruiken. Deze doe ik in ieder geval in de diffuser. Mocht je nog vragen hebben, laat het me weten. De volgende tip is: ruim je kamer, je huis op. Ik hoorde wat. Oh my god. Dus maak het helemaal schoon. Want ze zeggen niet voor niets: a clean house is a clean mind. Wat ook echt heel erg fijn is om leuke nieuwe dingetjes voor je huis te kopen. Ik ben bijvoorbeeld nu echt zo blij met hoe mijn huis er op dit moment uitziet. En I love it. Kijk, je zit natuurlijk heel de tijd thuis. De meeste van ons. Dus maak het gezellig. Doe kaarsjes aan 's avonds. Koop leuke interieurdingetjes online. Maak het schoon, maak het clean. Ga dingen nu sorteren nu je de tijd voor hebt om dingen weg te doen. Ga dingen wegdoen die je niet meer gebruikt, die je niet meer leuk vindt. En ja, dat geeft echt een supergoed gevoel. Dat is ook een tip die voor mij echt heel goed werkt. En je voelt je gewoon al fijn als je al in je huis of in je kamer zit. Ja. De volgende tip is: doe dingen die je leuk vindt om te doen. Ga schilderen, tekenen, ga nieuwe boeken lezen, ga dansen. Doe dingen waar je normaal gesproken ook heel erg blij van wordt en waar je nu ook blij van wordt. Ik heb echt een hele stapel boeken waar ik nooit tijd voor had die ik wil lezen. Dus die ga ik nu sowieso lezen. Trouwens, als jullie willen weten welke boeken ik aanraad, laat het even weten in de reacties, want dan maak ik daar een nieuwe video over. Boeken die ik heel erg leuk vind en boeken die ik nog wil lezen. De volgende tip is gezond eten. Ik haal op dit moment superveel energie uit het uitproberen van nieuwe recepten. En ja, ik vind het echt heel leuk om op internet nieuwe recepten op te zoeken. In kookboeken te kijken waar ik echt die gewoon stof zit te happen. Dus daar kijk ik nu in en dan ga ik gewoon nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe vegan recepten, nieuwe vegetarische recepten. Ik voel me ook veel fitter als ik gezond eet. Ik merk bijvoorbeeld als ik 's avonds gewoon echt zin heb in een pak chips en wijn. Dat ik dan me daarna toch niet, heel goed voel. Ik vind het heel erg fijn om gezond te eten op dit moment. En dan voel je je ook veel fitter, veel energieker. En dan de laatste tip, en dat is: in het nu leven, in het moment. Daar haal ik op dit moment heel veel positiviteit uit. Omdat je kan wel helemaal gaan stressen, panikeren over de toekomst. Maar je weet nooit wat er morgen gaat gebeuren. En ondanks deze hele situatie, je weet toch nooit in het leven wat er morgen gaat gebeuren. Dus probeer elke keer als je de hele tijd aan het ratelen, aan het piekeren, aan het denken bent over de toekomst, om tegen jezelf te zeggen van: hold up. Nu wat er gaande is, je kan het niet controleren, je kan het niet beheersen. Je kan alleen jezelf controleren en wat je doet kan je controleren. Dan is het een hele fijne tip en ook fijne gedachte om het beste van het nu te maken. Want nu is het enige wat je hebt. Ja. Ik ging nog even over nadenken. Sorry. Er zijn ook een aantal boeken die over mindfulness gaan, dus in het nu leven. En er zijn ook heel veel podcasts erover. Ik ga er ook nog 1 maken, want ik vind het echt een hele fijne manier van leven. Dit waren mijn tips. Ik hoop heel erg dat je er wat aan hebt gehad. Deel dit ook vooral met mensen waarvan je denkt: you need some positivity right now. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet niet te abonneren, want dan ben je op de hoogte wanneer ik upload. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Take care. Bye!